De agrarische sector zal in de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de staatsinkomsten. Ganesh Kandhai, voorzitter van de landbouwcoöperatie Kwatta, vindt in gesprek met onze nieuwsdienst dat er daarom op alle niveaus binnen de sector moet worden geïnvesteerd. Zo moeten er volgens hem grondonderzoeken gedaan worden. Echter blijven deze tot nu toe uit. Hier iets wil planten, weet ik niet, dus ik ga uit mezelf eerst experimenteren, want er is een stukje terrein, want ik maak het schoon. En dan ga ik experimenteren, dan ga ik peper planten, dan ga ik zien, die peper groeit niet goed. Dan ga ik iets anders planten, maar terwijl ik bezig ben te experimenteren, maak ik kosten. Toch? En uiteindelijk lukt een product, een groentesoort, en dan ga je dat. Maar terwijl er een laboratorium is, dan kan het onderzoek daar plaatsvinden en dan kan je gericht, je brengt je grond een beetje aan de aarde en het wordt onderzocht en het wordt dan aangegeven van hier kan je het best boulanger praten. Dan weet je dat je gericht kan investeren. Kanhai zegt verder dat de agrarische sector zich onder alle omstandigheden toch heeft kunnen ontwikkelen door de jaren heen. Dat is te danken aan de eigen inzet van de landbouwers. Zware droge periode gehad, een keertje zware regens gehad. Dus onder al die omstandigheden, soms hoge koers gehad, soms gunstige momenten gehad. Onder alle omstandigheden heeft de landbouwsector, maar dat is te danken aan die landbouwers zelf, omdat er heel weinig gedaan is vanuit de zijde van deskundigen. En dan praat ik niet alleen de overheid, maar ook andere organisaties op het gebied van de agrarische sector die de deskundigheid bezitten. Maar al bij al, de landbouwers hebben zich kunnen bekruipen vanuit ergens. Ja, als we kijken naar vanaf de koloniale periode, de plantage, landbouw op de plantages, totdat ze verder de kinderen van de slaven, de nazaten van de slaven en de immigranten verder in die sector zijn gegaan, dan is het wel een pluimpje dat ze verdienen, dat onder slechte omstandigheden dat ze toch hier hebben kunnen voorzien aan groenten, toch voor de samenleving. Ganesh Kandhai, voorzitter van de landbouwcoöperatie Kwatta. Hij vindt dat er een samenwerking moet komen tussen alle agrarische organisaties, landbouwers en de overheid, zodat de sector goede producties kan leveren.